Bewoners van de benedenstad in Nijmegen zijn verontwaardigd over plannen van de gemeente. Ze kregen te horen dat ze over een jaar hun parkeerplaatsen kwijtraken. Zij mogen hun wagen dan alleen nog in een van de parkeergarages neerzetten. Buurtbewoners vrezen nu voor de leefbaarheid in hun wijk. Ze zijn gek. Niet gewoon gek, maar knettergek. Gemeente Nijmegen komt met steeds meer aanpassingen voor de binnenstad. Zo vrezen bewoners van de benedenstad voor de leefbaarheid van hun wijk. Parkeerplaatsen verdwijnen om het centrum van de stad nagenoeg autovrij te maken. En dat zorgt bij bewoners voor veel ongeloof. Nou, er lag in één keer een folder in de bus met een brief waar al die dingen in stonden. En wij dachten, wat is dit nou? Hoe kan dat nou? Een wetsbesluit genomen, wij wisten nergens van. Nou, is dit Nijmegen zoals die met bewoners omgaat? Dat kan toch niet, zeg. In de plannen van de gemeente staat vermeld dat bewoners met een parkeervergunning vanaf september 2025 hun auto kwijt kunnen in een van de parkeergarages in het centrum. Dus dan mag je hopen dat je hier in de Eiermat zit, anders dan moet je naar het Valkhof of naar Keizer Karelplein. Dus kun je je voorstellen als je met je boodschappen, hier zitten veel ouderen, maar voor iedereen denk ik wel, met je boodschappen, ja, vanaf daar naar hier moet sjouwen, dat is gewoon... Ja, nogmaals, ze zijn gek. Ik moet mijn kleinkind ophalen een paar keer per week. Iemand, mantelzorgers die komen. Dan moet u maar zorgen dat er een hulpverlener komt. Dat zeggen ze gewoon. De arrogantie ten top, zeg. De gemeente laat weten dat de binnenstad gefaseerd autoluw wordt gemaakt. Dat geldt voor zowel ondernemers als bewoners. Voor de hulpdiensten verandert er niks, aldus de gemeente. Dit is namelijk los van het parkeren. Volgens de gemeente draagt het vergroenen van de stad bij aan de leefbaarheid. Om te zorgen dat de nieuwe inrichting van de wijk aansluit bij de wensen van de bewoners, gaat de gemeente in overleg over de mogelijkheden. Begin 2025 worden omwonenden en ondernemers uitgenodigd. Ondertussen hebben de buurtbewoners zelf al een bijeenkomst georganiseerd om een actieplan te maken. Dit wordt Pierson 2. Echt waar, wij gaan dit niet pikken. Dit plan moet gewoon van tafel. Zo is dit niet meer mijn stad. Wij gaan door totdat het weg is. We hebben gewoon geen andere keus, want zo wil je niet leven. Hoe kun je hier nou wonen? Hoe kun je hier nou leven als iemand in de gemeente zegt... je mag maar 1 uur per week bij je huis komen? Nou, het is zo'n beperkte kijk wie ze hebben... Alle andere belangen van ondernemers, van marktmensen en het bewonersbelang, daar is helemaal totaal geen oog voor. Pisling ben ik, echt waar. Ik ben heel erg teleurgesteld.